Gewezen financiënminister Gilmour Hoefdraad is vandaag veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 500.000 Surinaamse dollar of nog 12 maanden hechtenis. Dat was het vonnis van het Hof van Justitie. Er is ook gevangenneming gelast tegen de gewezen ambtsdrager. De veroordeling vond plaats op de 59ste jaardag van Hoefdraad vandaag. De uitspraak is in tegenstelling tot de verwachting van zijn advocaten, die hadden aangegeven dat Hoefdraad waarschijnlijk zou worden vrijgesproken. Advocaat Merwin Dubois zegt dat de verdediging verrast is met de uitspraak, omdat er volgens hen geen bewijs was voor de feiten die ten laste waren gelegd door het Openbaar Ministerie. Het Hof van Justitie vindt echter dat deelname aan een criminele organisatie een bewezen feit is. Het vonnis van het Openbaar Ministerie was conform de strafeis. Hoefdraad stond terecht voor het financieel benadelen van de staat, maar is echter spoorloos. Justitie heeft al enige tijd een verzoek tot opsporing gedaan via internationale wegen. De geruchtmakende strafzaak tegen Guinmardo Cromosuto, gewezen directeur van de Surinaamse Postsparbank, ex-governor Robert van Tricht, zijn zakenpartner Ashwin Agnew en ex-directielid van de centrale bank Faranas Alibaks Housil is uitgesteld. De kantonrechter zal geen vonnis meer wijzen op 22 december. De reden van uitstel is onbekend.